is time voor die Surinamers overal. Het diaspora-programma, especially for you. You know, een hele fijne dag en gegroet in de richting van alle geparticipeerden. Vandaag zei ik het al, ik praat met Mireille Smit in Let's Call Mireille. Ready for it, dit met de complimenten van Daily G. And go to. Berekent dat je rocko. Maar niet waar je bent, je volgt ons altijd via www.radiosrs.nz. Don't forget, tell your friends. Hallo, goedendag. Hallo. Hallo. Hallo, goedendag. Spreek tot Cliff Witteman, Radio SRS. Spreek ik tot Mireille Smit? Ja, dit is Mireille. Dag Mireille, spreek tot Cliff Witteman, Radio SRS Suriname. En dit is Surinamers overal. Welkom in ons programma. Dankjewel. Ben je er klaar voor? Hallo? Wat, er is een beetje storing in die lijn, maar ik hoor u wel. Oké, ja, dat zou misschien wel kunnen, ja. Nou, als je me goed hoort, dan zijn we heel blij, want dan kunnen we, zeg maar, toch even doen wat wij moeten doen. Dus het lukt toch allemaal? Ja? Ja. Alright. Nogmaals, welkom in ons programma. Dit is Radio SRS en je zit in Surinamers overal. Je bent er bekend mee, denk ik. Met het programma? Ja. Alright, heb je al eerder geluisterd naar het programma? Eigenlijk alleen in de laatste paar dagen, hè. Oké. Omdat je wist dat je dus mee zou doen, dan ben je alvast gaan kijken van wat moet ik verwachten, hè? Ja. Alright. Nou, Mireille, hoe gaat het met je? Ja, het gaat uitstekend met mij. Ik maak het prima. Oké, mooi. Nou, dat is leuk om te horen. En wat zorgt ervoor dat het zo goed gaat met jou, dat het alles zo prima gaat? De zon schijnt hier in de Virgin Islands. Okay. Eigenlijk kunnen we een beetje regen van Suriname gebruiken. Want het is vreselijk droog hier. Aha. Maar ik heb 3 kinderen en ze doen het allemaal uitstekend, vooral die kleinste. Aha. Die het geweldig niet op atletiek gebied. Oké. Nou, dan zal hij het niet van een vrienden hebben, denk ik, hè? Juist, ja. Hij zal het niet van een vrienden hebben. Men zegt wel eens, de appel valt niet ver van de boom. Dus het blijkt weer. Alright, leuk, man. En je zit dus op Virgil Islands. Croix, heb ik het goed uitgesproken? Ja, St. Croix. Nou. Maar wat heeft je helemaal daar naartoe gebracht? Want de meeste mensen gaan lekker naar Nederland, anderen gaan naar België, sommigen strekken ook richting Amerika, de Verenigde Staten. What's up? Ja, dus ik heb eigenlijk ben geslaagd van Nico 2 in Suriname. Ja. En ik heb een scholarship gekregen van Eastern Michigan University. In Michigan. Oh. Dus zo ben ik in de Verenigde Staten terechtgekomen. Mm. En nadat ik was geslaagd, ik heb mijn man ontmoet in die Pan-Amerikaanse Spelen. Dus hij rende voor de Virgin Islands en ik rende voor Suriname. Oh. En dus aha. We zijn getrouwd en nu ben ik in de Virgin Islands. Ja. Oh, zo is dat niet gegaan. Dus je hebt ons gewoon verlaten. Gewoon ben je verliefd geworden naar Igwe. Ja, dat is gebeurd. Nee, maar kijk, liefde gaat door de maag, zeggen ze, Isabi, toch? En in de meeste gevallen bepaal je dat niet. Het gaat vanzelf. En als het vanzelf kan gaan, dan merk je wat er van terecht komt, snap je? En dat is toch wel mooi? Ja, nou, dat is echt geweldig goed. Ja. Dus je kunt toch wel zeggen van ik heb een hele goede keus gemaakt. Ja, echt wel. Maar, zeer goede keus. Oké, dan. Nou, was dat de enige reden waarom je echt die kant op ging? Of waren er ook, zeg maar, andere redenen? Want je zegt je hebt gestudeerd in Amerika. Voordat we op het andere komen. Wat heb jij gestudeerd? Want ik zie je bent manager. De Bureau of Motor Vehicles, ik denk, what's up?
Dus ik heb mijn bachelor's gedaan bij Eastern Michigan University in wiskunde en computerkunde. Ja. En daarna hebben ze me hebben betaald voor mijn master's. Het was een soort een andere beurs. Ja. Via die NCAA, omdat ik een NCAA kampioen was geworden. Ja. En daar hebben ze me meer geld gegeven om door te studeren. En daar heb ik mijn master's gedaan in Computer Information System. Ah. En feitelijk software development. Dus ik kan computerprogramma's schrijven. Schrijven? Ja. Dus nu werk ik voor de Bureau of Motor Vehicles. Dus waar je je rijbewijs doet en je titling, je weet wel, je registreren van je auto en alle soorten dingen die je leert. Ja, oh. En ik zorg ervoor dat die software goed werkt. Dus dat mensen online kunnen gaan en dan alles kunnen vernieuwen online. Zodat ze niet hoeven te komen naar de bureau en zo, ja. Oh, dus jij bent een lekker je bent een programmeur, je maakt zelf programma's en dat soort dingen dus. Juist, ja. Dus je bent een computer nerd. Om zo te zeggen, ja. Ja, nee, je mag er trots op zijn hoor, absoluut. Ik bedoel, ja, dat is het enige woord wat ik kon vinden om eindelijk aan te duiden dat je heel goed bent in dat wat je doet. You know, maar dat klinkt en dat blijkt. Ik bedoel, kijk, uit Suriname daar naartoe gegaan. En uiteindelijk zit je op zo'n hoog niveau in dat land, Isabi, toch, like. Ja. No, dus we hebben super intelligente mensen daar in Suriname. Want je moet bekijken, toen ik wegging, mijn scholarship, dus die beurs was een beetje laat aangekomen. Dus ik ben niet normaal begonnen, terwijl iedereen in augustus, september begint in de States. Ja. Ben ik pas in januari begonnen. Aha. En dus daarom, omdat ik dan verlaat zou beginnen, dacht ik van, hey, om hier bezig te zijn, ben ik naar ADEC gegaan. Oké. Okay. De ADEC, dat deed ik electrical engineering. Oh. En dus daar hadden ze ook computerklasses. We hadden twee computers in ADEC toen ik daar was. Dus twee computers. Dus je hebt twee mensen die aan die computer zitten te werken en iedereen kijkt. Sorry. Andere mensen kijken wat ze doen. En dan ga ik naar Amerika en ik doe computerkunde en ik doe geweldig goed. Zie je? Dus komen van Suriname met twee computers en dan. Toch niet. Het is zo geweldig in Amerika. Ja. De Surinamers zijn gewoon geweldig. We zijn outstanding, you know. Ik bedoel, we moeten gewoon de mogelijkheden krijgen. Isabi toch het juiste apparatuur, de juiste begeleiding, you know, de juiste mensen die ons leiden. Dan zijn we succesvol. Meer heeft de Suriname niet nodig. En dat is bewezen ook door jou. En vele, vele anderen, weet je, en dat maakt het heel mooi. I'm very proud of you already, you know what I'm talking about. Maar je hebt voordat je dus zeg maar dit allemaal ging doen, ben je ook een topatleet geweest of ben je dat nog steeds? Want je ouders komen ook nog van Kommerwijnen, toch? Ja, mijn vader is van Kommerwijnen en mijn moeder is van Paramaribo. Dus je weet, toen hadden ze, zij hadden geen ADEC, toch? Dus, dus feitelijk, ze gingen doorstuderen in Nederland en toen kwam ik erbij. Okay. Dus in 1980 zijn we terug verhuisd naar Suriname. Okay. Dus vanaf, toen was ik naar Elisabeth 1 gegaan. Ja. Dus ik was in de zesde klas Elisabeth 1 en dan ben ik naar Berkie gegaan, Berkenveld School. Berkenveld, die ken ik, ja. Ja. Oké. Okay. En na Berkenveld heb ik Nico 2 gedaan. Ja. Wauw, dus het zat er eigenlijk altijd al in, weet je wel. Een beetje, ja, hoe moet ik het zeggen? Ja. Ja. Het zat er een beetje altijd al in. Ja, en ik rende dan voor die atletiekvereniging Eagles en daarna voor Profosso. Ja. En dus ik rende voor Suriname in de Carifta Games. Ja. Dus vanaf 1984 tot 1988 heb ik 6 medailles gewonnen voor Suriname. Wauw. En in de Carifta. En daar heb ik ook nog, ik had die Centraal-Amerikaanse en Caribische games had ik goud gewonnen voor Suriname in de 1200 meter. Wauw. En had ik een record gezet. Ja. Nou. Dat is geweldig, man. Jongen, zulke zaken moeten verteld worden. Isabi toch vaker ook nog. Ik moet eerlijk zeggen, ik praat met een legend vanuit Suriname. Ja. Ja. Alafasi, Isabi toch. Dus,
ver. Dus daarmee ben ik, heb ik een beurs gekregen om door te gaan in Amerika. Okay. Omdat die mensen mijn prestaties hadden gezien. En voor die universiteit waarvoor ik rende, heb ik die NCAA championship gewonnen. In de 800 meter. Dus ook, ja, ook dat nog. Dus heb je deel gedaan van Suriname. Toen ben je daar naartoe gegaan, heb je ook even die Amerikanen even eentje overheen geholpen. Ja. Wauw. Nou. En hoe lang heeft dat geduurd? Hoeveel tijd zeg ik? Want vanaf je 14e deed je al eigenlijk aan sporten, atletiek. Dus het was voor mijn 14e, maar vanaf mijn 14e. Dus toen ik 14 was, heb ik mijn eerste internationale wedstrijd gerend voor Suriname. Wauw. Ja. Nou. Dat novels denk ik niet tak naar jou. Waarom was je risico? Ik ben chimeries hebben je gevonden, maar je kunt niet schuilen. Is dat niet dat we vinden iedereen? Ja, onze redactie is gewoon helemaal op dat ding. We vinden iedereen, maakt niet uit waar je bent. Isabi. Nee, maar dit is echt goed nieuws en het is heel mooi om te weten. Mensen, je hoort, ik praat met Mireille Smit, Sang Katzing. Ze is dus getrouwd, je hoort het. Isabi, 3 kinderen gelukkig, wonen er daar op Virgin Islands, St. Cray, als ik het goed heb. Isabi, wauw man. Nou. Oké, okay. Maar doe je nog steeds aan sporten? Nu is het meer mijn kinderen, dus ik ben wel een beetje bezig, maar niets competitors. Maar okay. Die kinderen van me rennen allemaal. Okay. En die jongste is, ze vliegt vandaag terug naar de Virgin Islands, want ze was naar North Carolina gegaan voor die Adidas National Championships. Wow. En ze is kampioen geworden in die, ze is eerste geworden in die 400 meter harde. Zo. En haar tijd is tweede snelste in de wereld onder 18. Serieus? Yes, ja. Yeah. Nou, tweede in de wereld. Mensen, je hoort onze sportafdeling hoort het ook. De mensen van onze sportredactie en onze sportverslaggevers horen dit. Drico, Mr. Ernie Enig, you yourself, je hoort het, man. We hebben. Wat is de naam van je dochtertje? Michelle Smit. Michelle Smit. Michelle Smit is dus een kampioen op dit moment. Hoe oud is ze? 16. Afgelopen zaterdag was het verjaardag. Oh, nou. Ze is 16 geworden. Wat een cadeau. Ik bedoel van, ja, ik moet eerlijk zeggen, het ligt toch heel vaak aan de genen, zeggen ze. Want ja, jij hebt zeg maar atletiek gedaan, je man heeft atletiek gedaan, jullie hebben elkaar ontmoet in de atletiek. Al je kinderen willen naar de hemel rennen en terug binnen 10 seconden. Ik bedoel van, come on man, it sounds good. En je dochter presteert op zo'n level, je zoontje doet het ook heel goed. Wauw, het zit er gewoon in. Maar hoe komt het? Ja, ze zijn ermee geboren, zou ik zeggen. Maar verder dat jullie veel energie en tijd om zeg maar ook ervoor te zorgen dat jullie kinderen misschien wel veel beter dan jullie gaan presteren. Is dat like het gaat vanzelf? Of ben jij en natuurlijk papa, zijn jullie er ook heel erg intens mee bezig met de kids, met hun sport? Ja, dus dat is het eigenlijk wel, want als jij ergens in geïnteresseerd bent, ja, dan breng je die hele familie er mee naartoe. Ja. Dus bijvoorbeeld als een van mijn kinderen zou zeggen van ik wil basketbal doen. Ja. Maar iedereen gaat naar de atletiekbaan. Dus waar ga je basketbal doen? Ja. Nou, maar en hoe voelt het voor jou als ouder natuurlijk? Ja, je man ook erbij, maar hoe voelt het voor jou als ouder om dit te kunnen meemaken? Dat je dus merkt dat je kinderen in jouw voetsporen treden en dat natuurlijk van hun vader ook. Hoe voelt dat aan? Het is gewoon te gek, want je wil dat je kinderen het geweldig goed doen, toch? En, ja, en het is met alles. Als het studie is, wat ze dan ook doen, je wil dat ze het geweldig doen. En wanneer ze gewoon komen en ze doen meer dan wat je verwacht, het is gewoon ongeloofwaardig. Ja, want je denkt van, dus Michelle is naar Amerika gegaan en daar heeft ze daar van iedereen gewonnen. Ja. Er zijn zoveel goede mensen. Ja, en toch. Dat was de eerste, ja. En toch, ja, nog die combinatie van Saint Kitts en Suriname, die samensmelting, Isabido, Eyoroko. Echt leuk, man, leuk, ja, leuk, leuk. En dit is gewoon geweldig nieuws. Dus ik denk dat, Michelle Smit moeten maar gaan moeten opzoeken. Ze hebben je nummer via jou, kunnen ze Michelle Smit volgen. Ik denk ook dat het nieuws ook natuurlijk op het net te vinden zal zijn. Maar Michelle Smit, dus een meisje van 16 jaar uit een Surinaamse moeder en een vader uit Virgin Islands, die presteert het
voor beide landen, als ik het zo mag zeggen. Wauw, wat geweldig. En ze is je dochter. Damn! Nou. Maar echt, het gezelligste is dat de vader in Trinidad was geboren. Ja. Maar hij was 5 jaar oud toen hij naar de Virgin Islands kwam. Oh. Omdat zijn ouders in de Virgin Islands kwamen werken. Ja. Michelle roots van overal en zie hoe dichtbij Trinidad bij Suriname is. Dus het zit in die Caribbean, net zoals je het al zegt aan het begin. We bezitten heel veel talent, Isabito, en daar ben jij het levend voorbeeld van. En niet alleen jij, dit is iets dat bij jou eigenlijk aanduidt en aangeeft, en men kan het ook zien, dat het dus van generatie op generatie gaat. Dat je wel heel veel kan overdragen aan je kids. Natuurlijk moeten ze die interesse hebben, maar je kunt ze wel stimuleren in die richting. Ik denk dat jullie dat ook gedaan hebben natuurlijk. Maar het is heel mooi om te horen, weet je. En hopelijk is dit ook een inspiratie voor vele luisteraars, mama's en papa's. Die, zeg maar, misschien iets doen dat ze heel goed en mooi vinden. Dat ze ook proberen hun kinderen daarin te interesseren en daarmee ook samen bezig te zijn. Ik bedoel, het klinkt geweldig, het klinkt zo mooi. Dat je elke dag en elke keer weer iets hebt om over te kunnen praten. Iets wat je met z'n allen algemeen eigenlijk zo goed en mooi vindt. Dat is wel tof, man. Maar ja, kijk, we hebben gesproken over een heleboel, we zijn helemaal daar naartoe gegaan. Wie is je moeder en wie is je vader? Want je bent geboren in Nederland. Wie is je moeder en wie is je vader? Ja, dus mijn vader is Alois Sankatsin. Aha. En mijn moeder Joyce Koster. Oh. En beide zijn overleden. Mijn moeder is overleden in 2003. Ja. En mijn vader... Eigenlijk in 2016 in december. Mijn vader, mijn moeder was een onderwijzeres. Aha. Ze gaf les bij de Slotenschool, Elisabeth 1 en de hoopschool. Dus, ze kende een hoop mensen en iedereen kende haar. Want ze was ook met toneel bezig en luisterde iedereen. Dus dat zei je ook. En daarvoor, ja. Geen onbekende dus? Nee, echt niet. En hoe was het leven voor jou in Suriname? Want je bent in Nederland geboren. Ik denk dat je op een gegeven moment naar Suriname kwam in de jaren 80. Hoe was het voor jou hier in Suriname wonen, leven en je ding doen? Hoe was dat voor jou? Je weet dat er een hoop dingen gebeurden in de jaren 80. Ja, dat klopt. Maar als kind is het gewoon... Suriname is gewoon een geweldige plaats om op te groeien als een kind. Natuurlijk. Ja, want je hebt die dingen van je ouders niet. Je hoeft niet je geen zorgen te maken om niets. En die was die tijd dat je in de rij moest staan voor aardappelen, voor brood en alles. Maar, maar dat, het was geen probleem. Het was, omdat je in Suriname bent en het is altijd gezellig in Suriname. We gingen op vakantie in Suriname, we gingen naar Bronsberg en allerlei soort dingen, naar Matapika en zo. Dus voor mij was het altijd gezelligheid. En dan was ik altijd ook ergens naartoe met Surinaamse team. Dus het is like... Suriname was gewoon gezellig voor mij. Ja man, nou ja, als kind besef je bepaalde zaken, dit gaat automatisch, want ouders zijn er om ervoor te zorgen dat we veilig zijn en dat alles goed gaat. Ja, het is een van de mooiste tijden van je leven, maar het is leuk om te horen, maar in welke buurt ben jij dus zeg maar opgegroeid vanaf die tijd? Toetanne. Volgens mij was het Toetanne 3 op Paalstraat. Oké, Toetanne 3 Paalstraat. Alright. Ja, ik woonde eerst aan de Copernicusstraat en dan zijn we verhuisd naar de Paalstraat. En daar ben ik gebleven tot ik weg ben gegaan naar Suriname. Oké. En in 2017 was ik in Suriname. En man, het is veranderd. Ja, het is goed. Dus ik met mijn man ben ik gegaan. Hè. Hij vindt Suriname gewoon geweldig goed. Helemaal gelukt. Dus we zijn gaan rennen en ik zei van, we bleven bij mijn tante op Maritretten. En ik zei van, we kunnen gaan rennen en dan kijken we waar we vroeger woonden. Ja. Dus we rennen en we rennen en we rennen. En ik dacht van, wacht even,
dat huis moest hier ergens zijn. Je weet het niet, ja. Dan, ik ben gewoon voorbij dat je huis gerend. Nee, ja, dat gaat gebeuren als je zo lang weg bent, dan verandert een heleboel hoor. Ja, dat is wel zo, ja. Echt wel. Moet je ogen weer gaan wennen, je moet weer wennen aan de omgeving en zo. Ja man, maar ja, het is leuk dat je dus ondanks dat toch, je zegt het zelf, we gaan rennen. Sommige mensen zouden een taxi pakken, de auto pakken, maar je ging lekker rennen met je hosbie die lekker gezellig ook mee rent, Isabi. Oh leuk man, nou dat is wel nice. Ja, op een gegeven moment zit je op Amerika, je bent aan het studeren en dan ga je naar St. Kitts. Waarom ben je niet in Amerika gebleven en waarom heb jij voor St. Kitts gekozen? We waren in Amerika, dus we zijn getrouwd in Amerika en we zijn misschien een 10 extra jaren daar in Amerika gebleven. We waren in Michigan. Okay. Dus ik werkte daar als een software developer. Okay. En mijn man was in education, in het onderwijs. Ja. En twee van onze kinderen zijn in Michigan geboren. Okay. Die twee oudste. Ja. Maar je weet hoe Amerika is. Zouden niet zo geweldig veel van zwarte mensen. Dus, en je voelt het ook. Ja, okay. Dus wanneer mensen je leren kennen, dan zien ze van ja, je bent anders. Maar gewoon op straat, mensen op straat tegenkomen, ze zijn altijd bang voor je. En dat is altijd een soort probleem. Dus mijn man voelde zich gewoon niet thuis. Voor die hele 10 jaren dat we daar waren, elk jaar zijn van dit is het laatste jaar dat we hier zijn, we gaan weg. En dan zijn we nog 10 jaar gebleven. Uiteindelijk zijn we toen naar St. Croix verhuisd. En hij vindt het, ik vind het ook geweldig. Het is leuk hier. Yeah. Het is net een klein Suriname eigenlijk. Dus alles wat je in Suriname kan vinden, vind je hier ook. Oh. Je vindt je avocado, je passion fruit, alles is hier. Wauw. Dus, we wonen. Ja. We wonen in het bos. Ze noemen het hier de Rainforest. Serieus? Ja. Jongen. Dus je dacht van ik doe het voelster en dan Amerika gehad. Dan zijn ze niet zo aardig tegen ons. Want ons kleur is een beetje te mooi. Er zitten sterrendeeltjes in onze kleur. Dus we gaan lekker naar St. Kitts. En dan ga je naar het bos. Wauw. Nee, dat moet je wel. Jij gaat echt altijd tot het extreme. Hè? Dat is wel mooi, man. Je verlegt constant de grenzen, jongen. Ik dacht, deze gaat wel ergens lekker zitten zo. En cool. Beetje toeristisch. Ja, maar ja, het bos, het is een keuze. Je zegt het bos, maar dat is helemaal niet zo slecht. Want het bos is een hele mooie plek om te wonen als dat kan, Isabi toch? Dus ik word bijna jaloers op jullie daar, man. Alright. Ik zeg bos omdat ze Rainforest noemen. Maar dat eiland is maar wat 81 vierkante mijl. Dus je bent overal dichtbij. Ja. Dus feitelijk, als ik naar de stad zou, we rennen naar de stad omdat er een, omdat dan, weet het, is een strand daar. Dus van ons huis. Is de 3,5 mijl, hoeveel is dat? Dat is iets van 5, 6 kilometer. Ja. Dus we rennen van ons huis naar het strand en dan springen we in het water. Ja. En dat zoeken we naar een lift terug naar huis. Nou. Wat een leven. Mis je Suriname? En als je Suriname mist, wat mis je het meest van Suriname? Het meeste wat ik mis is familie. Oké. Want hier, dit is voor het eerst dat ik zoveel Nederlands praat. Echt waar? Dus het is echt fijn. Nou dat je ook WhatsApp hebt en al zo'n dingen, dan kan ik met mijn familie praten en zo. En videoconferences. Ja. Maar het is anders dan samen met ze te zijn. Ik mis het eten. Nee. Amen. Ik hou van. Ik maak mijn bruine bonen zelf, maar. Het is ook leuk als iemand anders het voor je maakt. Ja, tuurlijk. Want hier, ik hou van niemands bruine bonen hier. Hier in de Verenigde Staten. Ik maak mijn eigen bruine bonen, want niemands is goed. maar hoe zit het dus met... Ik maak mijn eigen. Dus dat is eten. Amen. Ik kan geen pindasaus hier vinden. Mijn tante stuurt vanuit Nederland pindasaus voor me. Serieus, hè? Als je van Suriname krijgt, dan. Dat is wel een reizende pindasaus, man. Die gaat eerst van een Suriname naar Nederland, vanuit Nederland. Nou, ik krijg frequent flyer, man. Nou. Dat is wel nice. Het wordt allemaal toch wel bijgehouden, Isabi. Nou, leuk, man. Ja. En wanneer ben je voor het laatst geweest in Suriname? En wanneer kom je terug?
laatste keer dat ik daar was, was januari 2017. Oké. Wanneer Suriname die Carifta Games host, dan kom ik daar langs. Alright. Nee, dat is een goeie, weet je. Er moet iets zijn dat jou interesseert om natuurlijk weer hier te komen, want met deze woorden ga ik ervan uit. Mag ik dan stellen dat je dan heel erg gelukkig bent en je thuis voelt daar op St. Kitts? Ja, St. Kruis is wel een goed, ja. Aha, Ayuroko! En het is je volste recht, I'm talking about. Ik bedoel van, voor iedereen gaat het een beetje anders. De jouwe is zo gelopen, je bent in Nederland geboren, komt naar Suriname, mist Nederland niet, woont hier op Noord, begint te rennen, gaat goed, krijgt een scholarship, gaat nog steeds, blijft daar, blinkt uit en wordt natuurlijk verlengd, gaat naar St. Kitts. Op een gegeven moment met je man en kids en je bent er nog steeds. Alright, en je hebt natuurlijk een hele goede en een mooie baan daar zo. Je hebt je carrière daarop gebouwd. Alles erop en eraan. We mogen stellen dat je een Jaja Serena Uma bent. En we mogen echt trots op jou zijn, mevrouw Mireille Smit. Wat we gaan doen, we moeten helaas onze uitzending, deze aflevering gaan, we moeten hem eindigen. Want tijden zijn altijd onze vriend, zeg ik altijd. Maar het is zeer aangenaam om je te mogen spreken, Isabi toch. En ik denk dat familie en vrienden Masajo hebben mogen horen. Dus ik zou zeggen, geniet achteraf van de comments en de telefoontjes die je gaat krijgen. Maar bij deze zeg ik namens Radio SRS, staf, directie en het hele personeel, thank you very much. Succes met alles wat jullie daar doen. En vooral de focus en energie dat je stopt in je kids. Ja, sorry, het kan niet mis, begrijp je. Dus Soso Lobby. En natuurlijk blessings uit Suriname voor jou, je man en je kinderen. En natuurlijk de family over there. Maar voordat we eruit gaan, heb je de gelegenheid even om familie en vrienden te groeten. The mic is yours. Do your thing. Hartelijk bedankt voor die uitnodiging en om me op die show te brengen. En natuurlijk wil ik mijn familie daar in Suriname allemaal groeten. En ik weet dat ik veel familie heb, alle Sankatsins die daar zijn, Kosters en Bijlhout. En groetjes aan iedereen. En again, thank you very much. You're very welcome, and I'm talking about. En alafasi, bij deze wens ik je nog een hele fijne dag verder. En of course, ik zou zeggen, tot bels, of wie weet tot ziens. Maar veel geluk voor jullie. Abu! Thank you. You're welcome. Bye-bye. Doei. Doei.